Het makkelijkste is met een tuinslang, maar goed, wij gaan het straks even met een emmer doen, dat doe ik wel. Ik kan een kerker of andere soorten van hoge drukreiniger kan ik eigenlijk niet echt aanraden. Want buiten het feit dat de fiets dan wel bijzonder schoon lijkt, spuit je ongewild en ongemerkt ook het vet tussen je lagen werk van je naven en je trapas en je ballen op. Dat spuit je weg. Water komt dan dus in het frame terecht en ja, al fietsend help je dan eigenlijk je eigen lagen werk naar de Filistijnen. Dus als je dat gewoon doet met een sokje, gewoon met dreft en met een sponsje en met een borsteltje om dus de lastige hoekjes te raken en te doen, dan gaat dat prima. Nou, Henny had het al over ontvetten. Dit is, ik weet niet, het is huismerk van Henny dit, ik weet niet wat het is. Maar het is D-make-up van zijn vrouw. Natuurvriendelijk, dus dat is oplosbaar. Ja. Zo, dan ben je zo boven een putje. Het is makkelijkste om dat met een kwastje aan te brengen op een ketting die dus nog niet nat is geweest. Dus je moet niet eerst de fiets zeggen van nou, ik spuit hem eerst even af. Want dat werkt het beste als dus dat er geen water in de buurt. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Je moet gewoon even. Ja, je moet alles op de grond. Het is net alsof je de deurpost even een likje verder geeft. Kan je dat ook zo doen met wasbenzine? Dat zou ook kunnen. Ja, hè? Ja. Zo komt vetter, hè? Ja. Een beetje water. Het water komt eraan. Ja. Heren, en als je nou bang bent voor vuile handen... Om de hoeveel kilometer doe je dit? Dan doe je gewoon even een paar van je handen. Na iedere rit. En dan kun je wel maken, maar ja. Als je een mooi weerfietser bent... Gewoon in ja. Handen. Ja, dan valt het maar als je ook door regen en wind rijdt... Ja. Dan moet je hem wel... dan ben je iedere keer bij je genoodzaak om dit wel te doen. Ja. Ik had in de auto heb ik nog een andere borstel, een rattenstaart zit het heet. Dan kun je dat straks, maar dat doet hij wel. Dan heb je hem heel snel overal gekomen. Maar ik laat het heel even doen. Ja, dat is goed. Ja, en dan is nu een emmer water. Voordat dus je verder gaat, moet je dit even afspoelen. Komt eraan, ik weet zelfs. Kijk. Je zou er een liedje over kunnen maken. Mijn assistent die komt met... Dank u wel. Maar ik ben ook met de moet dat water nog een bepaalde hardheid hebben? Even dit komt wel op de website, dit hoor. Het onderhoud van uw fiets. Oh. Dan haal ik altijd even de wielen eruit. Want dat werkt gewoon een stuk makkelijker. Ik heb hier gewoon een oude naaf. Die, nou ja, als je een bevriende fietser maakt, krijgt voor weinig hopmedalen. Maar er zijn ook wel gewoon standaard hulpmiddeltjes van in de handel. Dus die doe je er dan tussen. En dat doe je mooie spanning. En dan kun je toch aan je ketting werken. Maar je hangt niet om het frame, het zit niet in de weg, het werkt gewoon makkelijk. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van... Dat is van mij, hoor. Ja, het sopje. En dan moet je gewoon met een kastje of 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 met een kijk voor langs. Hoe vaak moet je dit doen? Nou, dat is afhankelijk van ja, hoeveel je fietst en ook in wat voor omstandigheden. Als je alleen naar zonnetje schijnt fietst, dan ben je vaker
vaker aan de beurt. Hé, hey, en nu een sponsje. Gewoon een spons. En dan is gewoon even de hele fiets gewoon afzeven. En die remklauwen, dat doe je ook gewoon met het kwastje, niet met ontvetter of zo, nee, hè? Nee, doe je inderdaad gewoon met dreft of met andere afwasmiddel. En moet je nog wat in die kabels, moet je die ook nog olie in laten lopen? Nou nee, kabels zijn tegenwoordig, affabriek zijn ze ja, geolied, gevet. Ja. Ja, en als het niet gaat, dan gaat het niet meer, dan moet het gewoon nieuw doen. Oh ja, geen olie in laten lopen nou, en zo. Dat zou ik niet doen, want er zit een speciaal soort vet in. En als je daar dan olie in laat lopen, dan trekt ook weer andere rommel aan. Ja. Hey, die ontvetter, kan dat ook in de lagers lopen? Maar dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee, maar daarom haal ik dus niet het wiel eruit bijvoorbeeld. Maar de lagers van de bracket en de pedalen dan? Ja, maar je doet het niet onder hoge druk. Je smeert het gewoon met een kwastje op. Ja, precies. En niet zo heel veel zakken. Nee, dus dat is... Oké.